Welkom in Vast op de Veld Hunten. Mijn naam is Frank Bussink en ik spreek namens de VDVV, de Vereniging Dorpsbelangen Vast op de Veld Hunten. Het doel van de VDVV is om de leefbaarheid van het dorp voor nu en in de toekomst te bevorderen. Een van de onderwerpen waar wij naar kijken is duurzaamheid. En in dat kader kijken we naar de realisatie van de buurtbatterij. En dit doen we voor een aantal netgebruikers. Het Dorpshuis, Stichting De Buitenham, Basisschool Pius X en Vereniging Kerkgebouw. Al deze netgebruikers maken in meer of mindere mate gebruik van zonnepanelen. Echter in 2027 veranderen de regels en vervalt de salderingsregeling. Kunnen we als gemeenschap een opslagcapaciteit creëren waardoor we ook in de toekomst onze duurzaam opgewekte energie kunnen gebruiken? Een klein vooronderzoek heeft al aangetoond dat er veel randvoorwaarden en knelpunten zijn. Daarom ook vragen wij een subsidie aan van 3000 euro voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Met het idee van de buurtbatterij willen wij de volgende stap zetten en een bijdrage leveren aan een energie-neutrale Achterhoek. Dus stem tijdens de finale op 3 december op buurtbatterij.